Nou, Lindhout vindt dit niks. En dus kan Onkaart weg. Het is de fase waarin Heerenveen veel kansen krijgt en deze niet laat liggen. Vrije schop. Oh, niks. Oké, dan gaan we naar het als er wat uitkomt, valt. Gaan we hier even naartoe terug inderdaad. En dit is scherp, maar net geen buitenspel. Nou twee dingen te checken. Eerst naar het begin. Helemaal naar het begin. Ja, daar. Terug. Kijk bij het contact bij de benen. Dat zou dan hier zijn, op de teen. Ja, daar is de camera hiervoor. Dus ik denk toch deze gewoon. Nog een keer. Ik vind het een overtreding. Wat vind jij, Sjoerd? Ik ga meekijken. Waar is, daar is die. Het gaat naar... Zonder. Wil je nog een keer slow-mo zien voor jou? Komt hij aan. Allard, ja. Ik ben hem aan het kijken hoor. Een moment alsjeblieft. Hij houdt hem vast, maar als je zijn been kijkt, haalt hij hem daar ook vervolgens. Ja, daarom. Dus contact is bij de been. Ja. Gedaan, hè? Die doet het weer. Dankjewel. Gaan we verder? Ja, even naar buiten spel. Moment waar, Allard, ik ben hem nog even terug aan het kijken. We beginnen bij de omschakeling. En daarna nog even buitenspel checken. Geen buitenspel. Is onside. Bij de omschakeling brengt zijn tegenstander wordt Veldman ten val gebracht. Wat mij betreft is dat een overtreding. Vanaf daaruit wordt de aanval opnieuw opgebouwd. Mijn advies is om even te gaan kijken. Oké. Welke camera vindt het best? Die. Kan ik door met praten? Hoor je mij? Ja, ik kan jou horen. Ja, maar wat er gebeurt. Je ziet dat met de speler van Heerenveen met zijn linkervoet contact heeft met Veldman. En daardoor werd hij te val gebracht. Daarnaast gebruikt hij zijn handen ook om hem van de bal af te houden. Al met al, wat mij betreft, voldoende voor een overtreding. Ja, ik ben met je eens. Dankjewel, Edwin. Oké. Wat ziet Lindhout? Gekeken en hij vindt het een vrije trap in het voordeel van Ajax. Dus blijft het 1-1.